We over naar het volgende punt, agenda punt nummer 8. Sint-Pieterskerk de Pannen, overeenkomst van erfpacht hier van de goedkeuring. Ik weet niet, zijn er hier vragen of opmerkingen bij? Raadslid Delrieve. Dank u wel, voorzitter. Ik heb hier toch een bedenking. Ik weet niet of dat jullie dat ontwerp van die akten hebben gelezen. Ik zou dat wij graag een keer een passage ervan willen overnemen. Ik zie hier iedereen zo kijken, dus alsof van... het is in het Frans, maar ik wil het gerust vertalen. Er staat in die akte, dus een beetje de historiek schetsende, die kapel is in der tijd geschonken geweest door mevrouw Emilie Bortier. Aan een tijd de kerkfabriek, dat is dan overgedragen en zo verder. De huidige kerkfabriek is daar nu eigenaar van. En in die oorspronkelijke schenkingsakte van 1800 staat er letterlijk het volgende. Donc, la chapelle Saint-Pierre sera à perpétuité affectée au service du culte apostolique catholique romain et ne pourra jamais, sous quelque motif que ce soit, changer de destination. Kort samengevat, moet een kerk blijven. Dus ik weet niet, ik denk dat we hier toch maar eens met een juridisch probleem staan. Zij lossen dat hier op met een knipoogje om te melden, de kerkfabriek, van wij bevestigen dat met de erfpachtvergoeding de continuïteit van de Rooms-Katholieke erediensten in Onze Lieve Vrouwenkerk zal verzekerd worden. Dat is wel niet wat er in die voorwaarden staat van die schenking. Hè. Als je dat een keer snel opzoekt en Google, je vindt alles. Er waren al meer dan 30 kleinkinderen van mevrouw Emilie Bortier. Ik vermoed dat er daar nog nazaten van bestaan. Als iemand dat leuk zou vinden of zou te weten komen, laten ze gewoon die schenking herroepen en is die kerk terug van de familie. Of gans dat stuk grond die in der tijd 3100 vierkante meter groot was. Je bent verwittigd. Nu, een klein beetje toelichting. Dat